Mijnde Talma, schrijver, muzikant. Ik zou eerst muzikant doen en dan schrijver. Binnenkort komt mijn 14e album uit en mijn 4e roman. Dus ja, dan kun je aan de aantallen wel zien waar de nadruk ligt. De nadruk op ligt, ja, ja. Muzikant. Ja. Maar je schrijft ook 4 romans. Binnenkort komt de nieuwste uit. Die heet Je denkt dat het komt. Daarvoor heb je Kelderkoorts geschreven. Dammen met ome Hanjo. Dichtbundel Laat het orgel maar jammeren. Ja. En nog Kribbelvisje, de 2e roman. Ja, klopt. Ja. Wat zijn de thema's in jouw werk? Daar ben ik altijd zelf. Dus Dan met om Haaien ging over mijn jeugd in Struisterveen. Het is dus vaak een vorm van autobiografische fictie. Dus de Kelderkoorts en Je denkt dat het komt. Dat is een 2 boeken in de roman-albumcyclus. Nederlands onbekendste popster. Ja. Daar ligt de nadruk wel meer op het autobiografische karakter. Maar het is wel een beetje gegoten in een soort romanvorm. Met veel dialogen en ook de handeling. Dat lijkt meer op een roman dan een autobiografie. Het is een soort wel een mengvorm. Ja. En in Kelderkoorts, maar ook in dat andere boek over jouw oom, daar behandel je geboorteplaats Zuurhuizenveen in. Je schrijft over je familie. Je schrijft over de omgeving. Je schrijft over de middelbare school in Drachten. Het zijn een soort van die wordingsromans. Ja. Om te ontdekken wie je bent. Ja. Nou ja, en nu in deze roman-albumcyclus is het een wordingscyclus over van waarom ik nu op deze positie sta als muzikant. Dus het is ook een soort ontdekkingstocht van hoe dat zo is ontstaan. 5 jaar geleden toen stond er een artikel in Vrij Nederland van Mijnde Talma maakte al heel veel jaren prachtige muziek, maar is nooit doorgebroken. Hij noemde mij toen Nederlands onbekendste popster. En dat vond ik wel een aardige kwalificatie, want popster, daar ben je in feite bekend. Dus dat kan in feite niet, onbekendste en bekend. Dus, toen dacht ik van ja, ik heb al heel veel meegemaakt en beleefd en ook wel deels opgeschreven al. Lijkt me wel goed om dat een keer een beetje detailistisch in kaart te brengen. Ja. En dan zet ik mezelf ook weer een stok achter de deur, want schrijven is vaak veel moeizamer proces dan muziek maken. Maar dat gaat veel organischer, dat je meteen met instrumenten. Het is veel leuker om te doen ook dan achter een computer zitten natuurlijk.